Twee verdachten die vandaag terecht stonden, August B. en Erik P., werden al eerder als verdachten opgepakt voor de diamantroof, maar werden in 2006 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoek kwam weer aan het rollen toen er volgens het OM in afgeluisterde gesprekken werd gerefereerd aan de roof. Een jarenlange undercoveractie heeft nu geleid tot de aanhouding van 7 verdachten. Het lijkt nu langzamerhand om de zoveel jaar, dan proberen we het nog eens een keertje en laten we nou die wet eens misbruiken en dan die wet. Hè? Zo lijkt het. RN is een nieuwe verdachte. Hij werkte in 2005 op Schiphol. Undercoveragenten benaderden hem en werden vrienden. RN smokkelde geld voor ze. Volgens zijn advocaat had RN financiële problemen, maar heeft hij niets met de roof uit 2005 te maken. Op een gegeven moment hebben ze tegen me gezegd, ja luister eens, als we je nou echt moeten vertrouwen. Wij hebben informatie dat er een meneer op Schiphol was die te maken had met de diamantroof. Als jij dat bent, dan ben je voor ons wel waardevol. Nou, toen heeft hij een beetje geglimlacht en toen heeft hij niet gelijk gezegd, nou oké, dan ben ik een, zal ik je even uitleggen. Toen heeft hij gezegd, ja, laat ik het zo zeggen. Nou, daar heb ik op de zitting ook wel iets over gezegd, dat je je voor kunt stellen dat mensen dan pronken met andermans veer of opscheppen of hoe je het noemen wil. De advocaten hekelen de undercoveractie, maar volgens het OM was dat nodig. Dit soort oude onderzoeken die helemaal vastgelopen zijn, die vragen soms om bijzondere opsporingsmethoden. Advocaten hekelen dat meestal. Dat is ook hun werk. Wij vinden dat wij rechtmatig hebben gehandeld. Morgen wordt bepaald of de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt verlengd. Op 20 juli gaat de zaak verder.